Mijn naam is Verder Lammers en in deze aflevering gaan we je alles vertellen over het optimaliseren van een bestaande auto. In de vorige afleveringen hebben we gekeken of dit het moment is om een elektrische of een hybride auto te kopen. Conclusie? Absoluut. Heeft zeker een waarde als in een goede auto en een duurzame waarde. Alleen de vraag is een beetje, als je een nieuwe auto koopt, wordt er ook een compleet nieuwe auto ontwikkeld. Dus er wordt helemaal vanaf niks iets gemaakt. En wat kost nou het allermeeste CO2 in de cyclus van een auto, is het maakproces. Dus wat naar mijn beleving absoluut sens maakt, is om bestaande auto's die al bestaan, zoals deze, een benzine of een dieselauto, te optimaliseren. En benzine of elektrische auto's, er bestaan er 300.000 van op dit moment. Maar er zijn 8,6 miljoen auto's in Nederland. Dus dat betekent dat er nog 8,3 miljoen auto's zijn waar we ook wat mee kunnen qua duurzaamheid. En daar wil ik graag wat mee doen. Nou, dit is dus een auto waar we als bestaande auto echt wat mee kunnen. Dit is een BMW E92 330i. En in de basis een mooie auto qua model en qua wat die kan. Alleen hoe die nu is, als in deze heeft een beetje schade, het interieur is, ik weet niet wie deze kleur bedacht heeft, maar ik vind mooi is anders. En hij is op zich wel zuinig, maar niet heel zuinig. Dus het zijn allemaal dingen die net wat beter kunnen. En om die net wat beter te maken bij deze auto, dat is denk ik zeker een waarde. Voor nu is het een BMW E92 met een N53 blok. En dat is echt een goed blok, want dat is de zescilinder van BMW en die zijn eigenlijk niet te slopen. Dus na 3 ton is dit gewoon nog steeds een ontzettend goede auto. En om dat te optimaliseren is zeker waardevol. Hij is ook best rap. De 0 tot 100 tijd doet hij in 6,2 seconden. Hij heeft bijna 300 pk en iets meer dan 300 Nm koppel. En verbruik is ongeveer 1 op 14. Nou, om dat allemaal net wat beter te krijgen, dus een stukje zuiniger en een stukje sneller, dat wordt de uitdaging met dit project. Als we kijken naar de opties om het verbruik te verlagen en de prestaties ondertussen te verbeteren, dan hebben we 4 opties. En even kijken. Een optie is om de software aan te passen. Een optie is om een LPG-systeem erin te zetten. Een optie is om een hybride conversie te doen. Of de auto volledig elektrisch te maken. Nou, met een hybride conversie ben ik een hele tijd bezig geweest. Alleen dat was toch wel een moeilijk en een duur geintje. Dus daar zijn we nog mee bezig, maar dat kost gewoon heel veel tijd. De LPG-variant, daar hebben we iets nieuws voor gevonden waar we ook nog mee bezig zijn. De software variant, daar hebben we dus al wel wat mee gedaan met deze auto. En eigenlijk is de software van deze auto, dat is een ECU, is net wat aangepast. En hoe kan dat nou? Want misschien heb je zoiets van, hoezo doen we dat niet bij alle auto's? Nou, als een auto af fabriek komt, dan is die klaar voor zowel IJsland als voor Afrika. Dus hij kan zowel in min 40 rijden als in plus 40. Maar in Nederland hebben we die extreme condities niet. En door je software aan te passen, kan je ongeveer 5 tot 10% besparen op je brandstof. Nou, dat heb ik dus gedaan bij deze auto, waardoor die een stuk zuiniger rijdt. Natuurlijk is het niet heel spectaculair en de meer spectaculaire dingen willen we zeker gaan doen. Maar dat kost en veel tijd en veel geld en kop nog. Nou, behalve het motorische deel gaan we ook een hele hoop doen aan het exterieur. En wat moet er allemaal gebeuren aan deze auto? Nou, in eerste opzicht ziet er een prima auto uit. Maar als we kijken naar de details, moet er toch nog wel hier en daar wat gebeuren. Kijk bijvoorbeeld naar dit onderste lipje, er zitten allemaal schuren en zo. Ik weet niet wat de vorige eigenaar ermee gedaan heeft, maar die heeft als hobby drempels koppen, als je niet rent. Er zit ook een behoorlijke deuk achterin. Hier is een keer een boom opgevallen, met een boompje. Maar wel zonde, dus die moet er ook uit. De wielen, dat is denk ik smaak. Ik vind het zelf echt er niet uitzien, een beetje patserig. Dus dat moet anders. Nou, dat is het exterieur waar we wat mee moeten. Dan hebben we ook nog het interieur waar we wat mee moeten. Dan hebben we nou een irritant piepje, die zet ik even uit, maar we gaan gewoon door. het interieur moet je ook van houden, denk ik. Qua kleur, ik vind het een beetje houtbollig en niet meer van deze tijd. Dus die gaan we er ook uithalen. En ook de stoelen, hier ook is het helemaal ingedeukt. Dus het is allemaal gewoon een beetje net niet. En het idee is dat alles wat vervangen wordt, dat op een zo duurzaam mogelijke manier gedaan wordt. Dus als we bijvoorbeeld kiezen voor een nieuw materiaal, dat we een duurzaam materiaal pakken. En dat natuurlijk ook wel een beetje vet eruit ziet en haalbaar is qua prijs. Maar dat gaan we dus doen.
Oké, om een beeld te geven hoe ik de Photoshop zal dat maak. Ik begin altijd met de juiste afbeeldingen zoeken. Dus dit is bijvoorbeeld een BMW E92 M3. Dus iets anders als een normale E92, iets breder. Deze ook van Volsteiner volgens mij. Deze versie als ik het goed heb. Ja. Yeah. En dit gebruik ik even als basisafbeelding. Dus deze afbeelding ga ik helemaal ombouwen. En eigenlijk pak ik dan mooie spoilers. En mooie elementen van al bijvoorbeeld een bestaande M3 GTS. En die zet ik in mijn Photoshop. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Dat ziet er dan zo uit. Dan heb ik dus allemaal dingen gesneden. Middels Photoshop. En bijvoorbeeld de spiegel zwart gemaakt. Even kijken. Het is ook wel, dit dingetje heb ik iets breder gemaakt. Dat lijkt me ook vet. De bumper heb ik dus uit een andere auto gesneden en hier dan erin gezet. Oké, hier even kijken. Kijk. Dus dit heb ik eigenlijk uitgesneden middels een andere afbeelding en die erin gezet. En dan een beetje geformateerd. Nou, eigenlijk een beetje zoals bij de, dat het oog zoals bij de schets. Dus die zit erbij. En dit stuk heb ik dan blauw gemaakt. Dus die blauwe elementen wel vet zijn. Dit is een happer. Ik moet zeggen, vrij extreem om bij ja, deze variant moet meer een GT-versie worden. Om het bij deze te doen is misschien wat extreem. En die spoiler is ook wat te extreem. Als het ooit een rally variant wordt, komt dat wel. Voor nu is dit wel vet. En hier zit ik een beetje over te wikken en te wegen. Dit is van App Performance, de Aero Wheels. Super cool om te maken. Maar ik weet nog niet helemaal of ik het mooier vind of minder mooi. Ik vind het wel vet, het verhaal. Dat het iets gestroomlijnder is en de looks ervan. Maar het is natuurlijk al wel een keer gemaakt. En wat ik eigenlijk doe is, ja, alles wat ik er wil aan doen, daar maak ik notities van. Nou, dit doe ik zowel met het exterieur, als met het complete interieur. En zo komt het uiteindelijk een beetje, ja, hoe het project moet worden tot stand. Dus we gaan er gewoon lekker mee bezig. De komende afleveringen kan je verwachten dat we het interieur ombouwen, exterieur. Nou, motorisch zijn we dus al, hebben we eigenlijk al gedaan. Maar de volgende stappen kan je ook nog verwachten. Dus ja, we gaan er een mooi project van maken. Dus tot de volgende!